Dit is Schubert 9, dus de laatste symfonie. En dat is het begin van het Allegro. Het is een heerlijk programma. Echt heel aantrekkelijk. Wij spelen een stuk van Arvo Pärt. En die heeft een hele aparte titel. Wenn Bach Bienen gezüchtet hätte. Het is een eigenlijk subtiel eerbetoon aan de grote meester Bach, hè, die wij allemaal zo geweldig vinden. En het fenomenale samenwerken van bijen, dat wordt eigenlijk vergeleken met de polyfonie van Bach. En Bach is natuurlijk dé grote meester van de polyfonie. En al die bijen die samenwerken, dat wordt daarmee vergeleken. Iedere stem is zelfstandig bij Bach. En toch past het zo mooi in elkaar. Daar wordt het mee vergeleken. Ik zal dit stukje laten horen en dan, dat is Ponticello strijkers, dus ze spelen helemaal op de kam en dat klinkt een beetje als het gezoem van bijen. Ik zal het even laten horen. Nou, hier kun je wel een bijenkolonie bij voorstellen, hè? Het is allemaal bezig. Het grappige is, de piano speelt in dit stuk een hele belangrijke rol. Die blijft bijna constant doorspelen. En later wordt het stuk veel rustiger. En dan wordt het soms vind ik het zelfs een beetje beroep naar achter. Het is heel apart. Sowieso aparte muziek. Dit soort passages heb ik ook. Hele verstilde. Arvo Pärt is geboren in Estland. In het begin vond hij veel invloeden van Bartok en van Prokofjev en Shostakovich. En dat ontwikkelde zich steeds verder. Later heeft hij ook seriële muziek geschreven, dus met Schönberg-achtig, Dodecafonie-achtig stukken. Maar intussen was Estland werd plotseling gedomineerd door de Sovjets. Dus hij kreeg ongelooflijk veel kritiek van een regime van nou, nee, dit is geen goede muziek voor het volk. En toen is hij in een crisis geraakt, eigenlijk in een spirituele en een professionele crisis, want hij geloofde dus echt daarin, maar hij zat gewoon vast. En toen is hij een studie Gregoriaans en Renaissance polyfonie gaan doen. Dus het is een hele andere richting. Ja, ja. En toen is hij eigenlijk helemaal in de spirituele scene gekomen. En hij werd lid van de Russisch-Orthodoxe Kerk. En zijn stukken zijn vaak heel verstild, betrekkelijk eenvoudig, spiritueel, over het algemeen tonaal. En ze hebben een enorme diepgang, maar het is niet door doorwrochte harmonie of zo. Het is meestal betrekkelijk eenvoudige muziek. De stijl
die afkeer van die onpersoonlijke intellectualistische muziek, zoals de avant-garde schreef, hè, die seriële muziek, eigenlijk weinig gevoel, maar echt alleen maar vorm. Deze muziek met hele diepe emoties en diepe religieuze wortels, die wordt een beetje ironisch de God Squad genoemd. Is eigenlijk de brigade van God. Maar die muziek is in een beetje die New Age kringen, hè, is die ontzettend populair, deze muziek. Dit is uit 1976. Maar ik vond het wel leuk dat hij dus eigenlijk heel modern en avant-gardistisch begon. En toen teruggeroepen werd door het regime, dat hij uiteindelijk dacht van... God, wat moet ik nou? Hè? Nou ja, letterlijk God, wat moet ik nou? En dat hij zich helemaal tot de religieuze kant heeft bekeerd, zou ik maar zeggen. En toen, wat natuurlijk in Sovjet-Rusland op zich al een opmerkelijke stap was. En dat hij toen helemaal dit soort muziek is gaan schrijven. En ook wel leuk dat hij... Ja, dat Bach weer zo'n ontzettend belangrijke rol speelt in zijn muziek, dat is natuurlijk geweldig. We komen aan het vioolconcert van Mendelssohn. Mijn vrouw en ik hebben al een hele lange romantische relatie. En vroeger, als we in een romantische bui waren, dan zetten we heel vaak dit vioolconcert op. Mendelssohn is een heel bijzondere jongen, want zijn vader was een hele rijke Joodse bankier. Hij, op zijn zesde jaar ging hij naar Parijs om daar pianoles te nemen. Hij had vanaf zijn achtste had hij een compositieles van Zelter. Dat was ook de leraar bijvoorbeeld van Otto Nicolai, de operacomponist, en Meyerbeer, ook een Franse operacomponist. Nou, het was wel makkelijk, want voor alles wat hij schreef, had hij een eigen privéorkestje. Dus hij schreef een compositie en hij zei, de jongens, even proberen. Dus dan kun je natuurlijk zelf heel, heel snel scherpen. Al op zijn 15e had hij zijn eerste symfonie geschreven. En die beroemde ouverture van de Midsummer Nachtstraum. Dat heeft hij op zijn 17e al geschreven. Dus het was echt gewoon een genie. Ondertussen heeft hij dus ook van de Hegel, ken jij wel, hè? De filosoof Hegel. Daar heeft hij eventjes nog geschiedenis- en filosofielessen van gehad en zo. Dus hij heeft een hele brede ontwikkeling. En op zijn 26e werd hij een gecombineerde kapelmeester en directeur van het Gewandhausorchester in Leipzig. Dus dat is ook niet echt heel, heel erg onbelangrijk op je 26e. En directeur, hè, maar ook dirigent. Wat ook bijzonder is met Mendelssohn, we hadden het net over Bach. Hij heeft Bach eigenlijk weer onder de aandacht gebracht. De Matthäus. Matthäus Passion heeft hij in 1829 voor het eerst uitgevoerd. Sinds een jaar of 50, 50, 60 jaar was hij niet gespeeld. En hij heeft het volgens het eerst aan iedereen laten horen van kijk, dit is toch wel een aardig muziekje, weet je wel. Misschien hebben we aan hem wel onze Matthäus-traditie te danken. Dit is een ontzettende bijzondere vent, die Mendelssohn. Hij is maar 38 geworden. Hij heeft ongelooflijk veel geschreven. En ja, ik vind die muziek eigenlijk ondergewaardeerd. Ik vind het ongelooflijk mooie muziek. Dit vioolconcert in 1838 werd hij dirigent van het Gewandhausorchester
En hij had een jeugdvriend, Ferdinand David. En Ferdinand die was de concertmeester daar. En hij zegt, hij had hem een brief geschreven. Ferdinand, ik heb een verrassing. Ik ga een vioolconcert voor jou schrijven. En iedere keer als hij een stukje af had, dan stuurde hij op naar die Ferdinand. En dan zei hij van, kijk eens even, klopt dat viooltechnisch een beetje? Of zou je dat anders doen en zo? En hij heeft dus eindeloos aan zitten peuteren. Want pas in 1844, dus 6 jaar later, werd het voor het eerst uitgevoerd. En dat is natuurlijk wel heel apart. Dat het zo lang geduurd heeft voor dat stuk uitgevoerd. Want het was een hele snelle schrijver. Hij kon ontzettend snel schrijven. Maar over dit vioolconcert heeft hij dus heel lang nagedacht. Van hoe kan ik dat dan helemaal optimaliseren? En dat is gelukt. Want het is, goed, je weet het ook wel. Met Tchaikovsky en Brahms en Bruch. Is Mendelssohn gewoon een van de grote vioolconcerten van de romantiek. Het is echt standaard repertoire, iedere viool. En het eerste tempo, dat kan iedere violist spelen. Overigens, ze zeggen van Mendelssohn, ook omdat hij Midden van de Nachtstroom op zijn 17e geschreven, hij heeft gewoon zijn beste muziek geschreven toen hij nog jong was. Maar dit is 3 jaar voor zijn dood geschreven. Echt, het is voor mij is het een van zijn beste werken. Het vioolconcert van Mendelssohn wordt bij ons gespeeld door Lisa Verstman. Het is wel leuk, want haar vader is Dimitri Verstman, een cellist. En hij speelde vroeger in het Omroeporkest. Hij was solosolist daar en ik heb vroeger vaak met hem gepraat. En is een enorm getalenteerde jonge dame ik denk dat ze dit heel mooi gaat spelen, moet ik zeggen. Dit programma wordt gedirigeerd door Clemens Schult. Hij is chef-dirigent van het Münchner Kamerorkest. En natuurlijk helemaal thuis in dat klassieke repertoire van Mendelssohn en Schubert. Het is wel een hele frisse jonge man. Kijk, dit is Clemens Schult. Wat ik wel erg leuk vind is de fagot blijft liggen tussen het eerste en het tweede deel. Er is dus een verbinding, een muzikale verbinding tussen het eerste en het tweede deel. Volgens mij is dat een van de eerste die dat doet. Dat vind ik wel bijzonder. Meestal was dat gewoon gescheiden units, maar dat is natuurlijk één geheel, zo'n concert. Dus op zich is dat een hele goede gedachte. En wat ook wel leuk is, want ik denk dat dat wel een van de eerste is die al die technieken, daarom heeft hij er natuurlijk ook zo lang over gedaan, maar een van de eerste is die allerlei verschillende technieken door elkaar gebruikte op de viool. Flageoletten, dus niet de snaar indrukken, maar half indrukken, waardoor je zo'n hoge toon krijgt. Spiccato was vrij normaal, dubbelgrepen. Saltando, dat is vliegend spiccato, dus dat de stok in feite zelf het werk doet. En ook wel vrij leuk, dat kom je bij Paganini veel vaker, linkerhand pizzicato. Dus de stok die gaat door en tak, tak, met de linkerhand wordt de snaar aangetikt. En dus wat dat betreft is het ook wel een vooruitstrevend vioolwerkje. En ook om de dode dood niet makkelijk voor viool, denk ik. En die vriend van hem, die heeft natuurlijk iedereen gezegd, nee joh, dat moet je zo doen. Je moet, kijk, weet je wat ook leuk is? Met je linkerhand tikken.
Zo kan ik me voorstellen, weet je wel. Maar als je hier nou een flesje leeg gebruikt en hier, ja, dat is eigenlijk heel simpel, gewoon dubbelgrepen en dan doet tjuk 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 tjuk. En dat klinkt gewoon geweldig. De negende Schubert. Schubert is natuurlijk een hele bijzondere componist. Je kunt je nauwelijks voorstellen, waar we al met Mozart zeggen, hoe kreeg hij het voor elkaar om zoveel stukken te schrijven. Schubert is maar 31 geworden, Mozart 35. En in die tijd heeft hij 1500 opusnummers volgeschreven. Iedereen kent dus de liederen van Schubert, hè? Maar liefst 600 liederen gaat er maar aan staan. En in totaal is hij met 12 symfonieën begonnen. Daar heeft hij er 7 van voltooid. Het was natuurlijk allemaal niet zo goed bijgehouden als tegenwoordig, hè? Dus er is een ontzettend gerommel geweest met die nummering van die symfonieën. Want de symfonie die wij gaan spelen, he, wat we tegenwoordig de negende noemen, de grote symfonie, is eerst de zevende genoemd. Vervolgens ontdekten ze weer een symfonie. He, verrek, het wordt dus de achtste en nu is het de negende. Overigens, deze symfonie, dit is de grote symfonie in C majeur. En waarom heet het nou grote symfonie? Omdat hij ook nog een andere symfonie heeft geschreven en dat is de kleine symfonie in C majeur. Hij heeft er bijna anderhalf jaar over gedaan, maar ondertussen natuurlijk 20.000 andere stukken geschreven. Maar, dus het was wel heel erg belangrijk voor hem, deze symfonie. Want hij had in 1822 syfilis gekregen en hij had wel het idee dat hij niet oud zou worden. Dus hij had in brieven ook al gezegd, jongens, ik moet schrijven, want ik heb nog zoveel te doen met de gedachte van, anders haal ik het niet. En dat vind ik ook wel heel, heel bijzonder, dat iemand dus gedreven wordt door het feit van, ik moet het echt, want anders haal ik het niet voor mijn eind van mijn leven. Dit stuk is in 1827 is het een keer doorgespeeld door het amateurorkest. Maar die brouwde er helemaal niks van. Het stuk is veel te moeilijk en veel te lang voor amateurs. Ik vind het fantastische muziek. Het is toevallig de eerste langspeelplaat die ik kreeg. En ik was helemaal kapot van dit stuk. En met name van het tweede deel. Dat is zulke aangrijpende muziek. Voor hem was het natuurlijk ook zijn Magnus Opus. Dat was gewoon echt zijn belangrijkste stuk voor hem. Op een gegeven moment kwam Robert Schumann. Die kwam in de bibliotheek en volgens mij de broer van Schubert die zei, ik heb hier nog een partituur liggen van Frans. Kun je daar eens naar kijken? En Schumann zei, prachtig stuk zeg, geweldig. En die heeft het mee naar Leipzig genomen. En daar gaf hij het aan Mendelssohn, waar we het net over gehad hebben. Die was daar dirigent. En die zegt, hey Felix, wat vind je hiervan? Dat is van Frans.
Dat stuk heb ik gevonden. Kun je dat eens een keer doorspelen? En dus de eerste officiële uitvoering van de negende van Schubert is gedaan door het Gewandhausorkest onder leiding van Felix Mendelssohn. Zo grijpt die hele muziekgeschiedenis weer in elkaar. En dat vind ik echt heel leuk. Die componisten uit die tijd zien we echt als allemaal aparte eenheden. Hè? Mozart, Haydn, Beethoven. Maar die jongens kenden elkaar allemaal. Dat geldt ook voor Schubert, Mendelssohn, Schumann. Die kenden ook mekaars muziek allemaal. Schumann heeft zelf een recensie geschreven over het concert. En hij heeft het stuk geroemd om zijn hemelslengte. Dat bedoelde hij uitsluitend positief. Hij heeft heel vroeg al harmonische experimenten gedaan. In het tweede deel heeft hij op een gegeven moment schrijft hij zoveel thema's door elkaar dat het eigenlijk gewoon een behoorlijke dissonant vormt. Nou, dat was toen, daar vielen mensen van flauw, zo die dissonant, een tonica en een dominant tegelijk. Wat Schubert in het eerste deel veel gebruikt, is wat de Duitsers zo keurig noemen durchbrochene Arbeit. Dat betekent dat de melodie van strijkers naar blazers en van blazers naar strijkers dus steeds afgewisseld wordt. Strijkers. En dan allemaal samen. Zie je, dat doet hij heel vaak. Doet Bach ook vaak, hè, over de stemmen verdelen. Durchbrochene Arbeit. Het verdelen van de melodie over verschillende instrumentgroepen. Dit vond ik vroeger zo. Dit vond ik zo mooi en opwindend. Je kan er ook op wandelen. Begrijp je wat ik bedoel? Het is echt een mars, maar het is natuurlijk wel een heel elegante mars. Hè? Dit vond ik echt geweldig. Je kent de vijfde van Beethoven, het scherzo. En in het midden zit er een stukje. En dat was voor deze stok geschreven. Deze Dragonetti stok. Een kort stokje. Zie je? Deze is heel anders dan mijn eigen strijkstok. Hè? Je ziet, hij is verkeerd gebogen. En hij is heel percussief. Dat is eigenlijk precies hetzelfde effect. Maar dat was dus nieuw in die tijd. Schubert gebruikte datzelfde effect. Misschien niet eens voor deze stok. Maar die vond dat effect. Dat vond hij zo geweldig klinken. Dat hij denkt, nou, dan doe ik het op een andere manier. De themaontwikkeling is natuurlijk helemaal naar de grote meester. Beethoven was voor iedereen. Dat was de top. Een jaar eerder was de première van de negende symfonie van Beethoven geweest. Nou, natuurlijk was Schubert daarbij, want Beethoven woonde in Wenen zowat naast zijn huis. Dus Schubert is weer bij die negende van Beethoven. Dus daarom alles grijpt in elkaar. Maar, en dat vond ik ontzettend leuk, hij realiseerde zich meteen dat enorme voorbeeld. Ja, als ik in dezelfde stijl ga schrijven als Beethoven, dan red ik het nooit. Dus hij is heel bewust, is hij in een andere stijl gaan schrijven. Veel minder nadruk op de vorm. Hè. Beethoven is natuurlijk ongelooflijke goede vormtechnicus, maar veel meer op melodie en expressie. En eigenlijk, ja goed, hij was liedcomponist, dus ja, dat is eigenlijk heel logisch dat je dan meer op de expressie kan gaan.
Maar hij was toch wel heel onder de indruk van Beethoven. Want in het laatste deel van deze symfonie heeft hij een heel klein quasi-citaatje gedaan van alle mensen der broeder. Hoor je het? Leuk, hè? Ja, dat vind ik wel ontzettend leuk van... Dat al die jongens elkaar... Dat vind ik zo grappig, dat mensen ze elkaar kenden. Het waren gewoon zijn buurman. Beethoven was zijn buurman.